Mahara stelt ons in staat om een persoonlijk digitaal portfolio te creëren. In deze video kun je zien hoe je dat doet. Een portfolio is een map waar al je persoonlijke prestaties, vaardigheden, ervaring, hobby's, onderzoeken worden verzameld om in de toekomst te worden gedeeld en gebruikt. In het profiel kun je basisinformatie over jezelf invullen, zoals persoonlijke informatie, je contactgegevens, je sociale netwerken en je werk. Op dit tabblad kun je één of meerdere profielfoto's uploaden. Dan moet je degene selecteren die je als een profielfoto wilt uploaden. Op dit tabblad kun je alle soorten beheer van uw bestanden uitvoeren, bestanden uploaden, bestanden verwijderen en ze ordenen op mappen. Het tabblad Journaal lijkt op een echt dagboek. Op deze pagina kunt u vermeldingen met tekst en bijlagen toevoegen. Deze bestanden zijn afkomstig uit het menu Bestanden, waar we eerder over gesproken hebben. De Resumé-tab fungeert als een curriculum met de gegevens in dit document. Het invullen van deze informatie is belangrijk, zodat je deze later kunt gebruiken. Mahara verdeelt het curriculum in persoonlijke gegevens, studies en werkervaring, prestaties, doelen en vaardigheden en interesses. Het tabblad Plannen helpt je projecten en plannen voor de toekomst te introduceren. Binnen een plan kun je kleinere taken toewijzen met naam, beschrijving en voltooiingsdeadline. Hier kun je alle notities die je aan het maken bent bekijken en beheren. Deze pagina zal automatisch worden gevuld met de notities die je later zult maken in een ander menu dat we later zullen zien. Op dit tabblad kun je European Curriculum Vitae of Europass maken. Een deel van de informatie wordt automatisch gevuld met de gegevens die je op de vorige tabbladen hebt ingevoerd. Als je een pagina wil maken, klik je op de knop Pagina maken. Deze pagina moet voor het bewerken gegevens specificeren, zoals de titel van de pagina, de beschrijving, labels en de naam van de auteur. Klik op Opslaan als je klaar bent om de velden op te slaan. Op deze pagina moet je een schabloon uit alle voorstellen selecteren. Eenmaal geselecteerd moet deze worden opgeslagen met de knop Opslaan. Je kunt tussen schablonen proberen totdat je zeker weet dat het meest geschikt is voor je pagina. Op deze pagina kun je de schabloon invullen die je met inhoud hebt geselecteerd. Je kunt profiteren van veel van de ingevoerde gegevens bij het maken van je cv of het schrijven van uw plannen. De gegevens zijn al geschreven en je hoeft alleen maar het schabloon in te vullen door de blokken naar de gewenste positie te slepen en neer te zetten. Je kunt afbeeldingen, pdf's, journaal of journaalposten plaatsen, cv-velden. Elk blok heeft zijn eigen kleine configuratie.
Hier kunt u de pagina's groeperen die door collecties zijn gemaakt. Het is interessant om collecties te maken, omdat op deze manier rechten en voorkeuren kunnen worden toegewezen bij het delen van meerdere pagina's, waardoor de beheertaak wordt vergemakkelijkt wanneer het volume van pagina's bijzonder groot is. Op dit tabblad kun je de deelrechten van elk van de collecties of pagina's instellen. Je kunt ze delen met vrienden, groepen, instellingen of individuele gebruikers. Het kan worden gedeeld door collecties of pagina voor pagina. Als je de machtigingen voor delen wilt wijzigen, klikt u op Bewerken voor het bewerken van de pagina of de verzameling die je wilt. Op dit tabblad zie je alle pagina's die met je zijn gedeeld. Op een pagina die je hebt gedeeld, kun je opmerkingen verbeteren en daar zelfs bestanden aan toevoegen. Onder het tabblad Groepen heb je een manier om gebruikers te organiseren om het delen van pagina's en verzamelingen mogelijk te maken. We kunnen onze eigen groepen maken of lid worden van bestaande groepen. Mijn groepen vertellen ons tot welke groep we behoren. Zoeken naar groepen brengt je naar een pagina met een groepzoeker waar we op naam kunnen zoeken of zelfs die van jezelf kunnen maken. Onder het tabblad Vrienden vind je een manier om het proces voor het delen van pagina's en verzamelingen te stroomlijnen. Op deze twee pagina's kun je je lijst met huidige vrienden bekijken of andere gebruikers zoeken om een vriendschapsverzoek te sturen. Mijn vrienden toont je een lijst met vrienden. Vrienden zoeken is een gebruikerszoeker aan wie we een vriendschapsverzoek kunnen sturen. Op deze pagina kun je een lijst bekijken waar je bij hoort. Op deze pagina kun je je gesprekken zien of deelnemen aan discussies, forums en vragen stellen.